Drie keer eerder werd dit duel gespeeld in de tweede divisie. En drie keer over was Excelsior Maatsluis de sterkste. HHC met Gaudier bezig aan zijn laatste maanden op de Boshoek in Harderberg. En de eerste mogelijkheid voor de thuisploeg. Opnieuw HHC. Hemmink weggestuurd. Hemmink, een van de vaste waarders. Zo, dat is lekker zeg. Van Leeuwen komt met de schrik vrij. Zit hij wel of zit hij niet? Nou, ik denk dat hij net niet zit. Pech dus voor HHC. Geluk voor Excelsior Maatsluis. De ploeg van de vertrekkende trainer Jeroen Rijsdijk. Van der Leij, zoals we Van der Leij kennen. Van der Leij 1-1 richting de goal van Leeuwen. En daar is hij, 1-0. Minuut 19 van de wedstrijd. Komt HHC op voorsprong. Doelpunt de maker Van der Leij. Hij maakt het goed af. Kijken, daar is de ruimte. De doelman Leeuwen kansloos. Opnieuw HHC, opnieuw Hemmink. Die is dus gevaarlijk. HHC al tijden ongeslagen in eigen huis. Tweede paasdag liet het voor het eerst sinds tijden weer wat punten thuis liggen tegen IJsselmeervogels. Dit is een fantastische reflex van Cornelis. Dan Excelsior Maatsluis. Met Van den Berg. Van den Berg, schot geblokt door Werkman. Misschien dat HHC gevaarlijk kan worden in de omschakeling. Komen ze. Vindt Smit. Smit met overzicht. Richting Gaudier. Gaudier. En Van Leeuwen. Ja, deze had lager gemoeten, zegt Gaudier. En dus komt de ploeg van Rijsdijk met de schrik vrij. We zitten inmiddels in de tweede helft. Problemen bij doelman Nijland, de vervanger van Danes. En het is 1-1. Doelpuntenmaker Redert. De invaller notabene. Maar ik denk niet dat Reden de bal geraakt heeft. Ik denk dat het Koert is. En zo staan beide ploegen dus op gelijke hoogte. Dit is Gaudier die kijkt. En Zazi met de kans op 2-1. Het blijft dus 1-1 in Harderberg. En zo pakt HHC een punt van Excelsior Maatsluis. En blijft het al een tijd ongeslagen in thuiswedstrijden.